Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede middag. Vandaag de dag is de dag. De zoektocht naar mijn nieuwe auto. Wat het gaat worden, ik heb oprecht geen idee. Sterker nog, nou ja, ik heb wel een idee. Ik heb namelijk 4 auto's uitgekozen die ik wil gaan testen. Met eigenlijk 1 vraag. Is het handig om voor de komende winter een volgende stap te maken? Of is het misschien ideaal om voor de winter een stapje terug te doen en daarna nog iets dikkers te kopen? We beginnen vandaag met de M4 CX. Alright jongens, dit is dus meteen het ding, hè. Dit is zo hardcore, je hebt niet meer een normale deurgreep. Die deurpanelen, je hebt ook geen armsteun hier, je hebt hier geen armsteun. Je hebt gewoon een lintje, een soort koolstofvezelachtig deurpaneel. Je hebt hier ook een handmatige airco, voor zover het een airco is. Wel stoelverwarming. En gewoon een hele andere auto, jongens. En eigenlijk, ik ben net op pad. Het grootste verschil wat ik meteen al ervaarde, ik heb net eventjes rustig warm gereden. De neus is zoveel lichter. Natuurlijk een carbon motorkap, een ander onderstel, andere software. 460 pk ten opzichte van 450. 600 Nm aan koppel. Dit moet je een beetje zo zien. Voor de mensen die de GTS te hard vonden, kwam de M4 CS uit. Dus, er zijn vandaag mee op pad. Met een Akrapovic uitlaatsysteem. Echt zo'n andere auto en ik had het eigenlijk niet verwacht. Deze auto is ook verlagen met HNR veren. Normaal is het Akrapovic uitlaatsysteem, catback systeem, dus zonder de downpipes. Maar het grootste verschil vind je gewoon voor in die auto. Een volledig carbon fiber motorkap. Remmen die hetzelfde zijn, wielen die hetzelfde zijn. Maar daarnaast ook een versnellingsbak. Het is weliswaar de DCT met de dubbele koppeling. Maar die bak is gewoon zo anders. Zoveel scherper ten opzichte van een M4 Competition. Heb ik dan wel uiteraard de andere baksoftware op mijn auto. Maar ook dat is nog anders. Dat is ook meteen hetgene waarom ik me afvraag. Moeten we wel weer voor een BMW M4 gaan? Voor de winter. Want ja, het is spectaculair. Maar op het moment dat er een klein beetje sneeuw valt, is het niet meer de juiste auto. En ben je dus eigenlijk veel beter uit bij bijvoorbeeld een RS3. Een RS4. De Abt, die we natuurlijk al hebben. Of misschien een Yaris GR. Of een Focus RS. Systeem natuurlijk met een auto kan doen. En het Akrapovic, zo, goeiedag, kom er niet eens meer uit. Akrapovic uitlaatsysteem is, als ik me niet vergis, het duurste uitlaatsysteem wat je kan kopen op een BMW M4. Volledig titanium, dat kleurt ook zo lekker blauw als het warm wordt. Is dat dus eigenlijk een dodelijke combinatie op een M4.
Want je hebt al niet heel veel grip, je hebt al niet heel veel gewicht achter natuurlijk in die auto. Dus het is best wel lastig om een beetje knap temperatuur in de banden van een M4 Competition CS en zeker een GTS te krijgen. Want een GTS natuurlijk uitgerust met een rollcoil. Nou, deze niet. Maar het is inderdaad gewoon vechten en zoeken voor grip met die auto. Supersportbanden moet je een beetje zien. Dat is de band tussen de Cup 2 en de 4S. 4S is denk ik de meest gangbare, ja, toch wel band. Meest gekozen band op een BMW M4. Ik ga hier keren, want ik vond dit een hele leuke weg. Ik weet niet of mensen heel blij mee worden. En een Cup 2 is dus de standaardband voor een CS of GTS. Leuk idee voor het circuit, maar niet ideaal voor Nederlands wegen. Dus, alright, we zijn weer terug met de M4 CS. Ik heb net even op slot gedaan, want ik heb hem nog heel even laten zien wat ik nou precies bedoelde met die lichtshow. Kijk, dit is zo gaaf, jongens. Ja, dit is oprecht wel heel erg cool. Zo vet, hè? En die lichten kan je semi-los kopen. Officieel niet, maar het kan wel. Nou, je weet wat ik bedoel, niet helemaal via het normale circuit, zeg maar. Kost gewoon bijna 10.000 euro die lichten. Twee achterlichtjes, 10.000 euro ex programmeren. En zo zijn we dus weer terug bij autobedrijf van Maurik, als ik dat goed zeg. We zijn in Geldermalsen. Ik had er nog niet van gehoord, maar oprecht een leuk en mooi bedrijf. Gewoon gezellig, goede koffie. En ik zie nog een C staan, ik zie nog een AMG GTS staan. Is ook wel leuk om even te laten zien. Alright, dat was hem weer. Wat verdomme, jongens. Alright, we zijn weer onderweg zoals ik dus vertelde. En net hebben we eindelijk een keertje, ik had er nog nooit dicht gereden, de M4 CS mogen ervaren. Ik vind het oprecht wel een lastige, want het is dus wel echt een auto die, je hebt minder, maar je betaalt meer. Tenminste, je hebt natuurlijk carbon motorkap en dit van een kraapfiets uitlaatsysteem, maar het is wel een auto, het is een beetje op het randje of het op de openbare weg extra genoeg is ten opzichte van een normale M4 of een M4 Competition. Coupé en dus inderdaad de Competition is al een heel groot verschil trouwens. Maar ik weet niet zo goed, ondanks dat het echt fantastisch is, ik vind deze auto ook fantastisch. Dus dat is het probleem niet, maar of het extra genoeg is. Deze auto vragen we 64.950 voor. En de auto, de M4 CS waar we net hebben gekeken, kostte, als ik het goed zeg, 79.950 euro. Dus daar moet nog wel een klapje bij. En vanuitgaande dat zeker de verkoopprijs niet de eventuele inruilprijs is. Maar is het waard? Laten we zeggen 20.000 euro extra voor een BMW M4 CS ten opzichte van een Competition. Of moet je dan gewoon zelf een kale Competition kopen en hem ombouwen?